Goedemiddag allemaal. Welkom bij het webinar, het eerste webinar in het kader van de week van Grip op Informatie. Wij hebben vanmiddag als eerste programma een onderdeel met twee collega's van VNG Realisatie, André Plat en Ivo Hendricks. Even voor de goede orde jongens, het webinar duurt maximaal een uur. Het wordt opgenomen, dus jullie kunnen het ook gewoon terugkijken. Je krijgt ook nog een link waar je alles kan vinden en alles wordt geplaatst op de KIA-website. Ik ben vandaag de procesbegeleider, dus ik zal proberen om het, de mannen enigszins in de hand te houden. Eliane Schuurmans zit op de achtergrond en zal met name via de chat alle vragen proberen op te pakken. Dus mocht je vragen hebben tijdens deze webinar, dan kan je dat in de chat, kan je het nu al aangeven. Daar komen André en Ivo aan het woord. Wat ik al aangaf, het is een week met meer dan 15 sessies. Vandaag informatie zijn op orde tussen droom en daad. En vanmiddag hebben we ook een expert sessie over by design. Dat doen we samen met de RDDI, projectdirectie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. En tot met vrijdag loopt het door. Niet alleen dit webinar wordt opgenomen, maar alle webinars worden opgenomen. Dus alles kan je dan terugkijken. De mannen die vandaag aan het woord zijn. André Plat en Ivo Hendricks. André, wil jij zelf even voorstellen en aangeven wat jij gaat doen? Ja, dat wil ik. Hele goede middag. Ik ben André Plat, VG Realisatie, jaar of drie geleden aangemonsterd bij de unit Veiligheid, Architectuur en Standaarden. En ik ben verantwoordelijk voor Gibbit, Softwarecatalogus en Swift Test Platform en coördineer daar werkzaamheden voor. En wat ik vandaag beoog is met jullie door die tooling heen te lopen, maar ook te kijken of we meer met gemeentes samen kunnen doen. Volgende dia. Nou, dit is een dia. Wat verwacht je van vanmiddag? 20 seconden, chat lekker door elkaar, gooi het gewoon erin en wij zoeken dat later allemaal uit. Of we proberen straks mee te lezen wat er allemaal komt. Wat verwacht je van vanmiddag? Welke puzzel ben je mee bezig? Wat wil je oplossen? Of wat denk je met architectuur op te lossen? Fijn. Volgende dia. Ga er maar vanuit dat iedereen zijn schrijfwerk er vlot in kan zetten. Volgende plaatje. Dit is het programma waar je op ingeschreven hebt. Ja. Daar zie je de opgave waar we voor staan. Wij denken... te experimenteren met wat oplossingsrichtingen en we gaan vragen aan jullie wie doet er mee en wat gaan we dan opleveren en wat zijn onze leerpunten. Volgende dia. Ja, daar gaan we. We hebben een paar dromen. Wij willen namelijk informatie op orde hebben of grip op informatie zien te krijgen. Dat gaan wij doen door openbaarheid, privacy en informatiebeveiliging en duurzaamheid en vernietiging gezamenlijk te regelen. Dat is niet nieuw, want in een organisatie gebeurt het allemaal al. Ook toegankelijkheid, vindbaarheid en bruikbaarheid wordt verbeterd. Maar dat in combinatie als een zevenslag in één keer onder de hamer komt, dat is nieuw. Maar dat betekent ook dat wij van ons eigen eilandje naar een wat bredere aanpak moeten, samen met collega's. Want als wij alleen aan duurzaamheid en vernietigen blijven punniken, dan komen we in conflict. Nou, het meest voor de hand liggende is met privacy. En misschien laten we ook issues op informatiebeveiliging liggen. En aan openbaarheid en transparant bestuur gaan we niet toekomen. Daar kunnen wij een beetje van worden. Daar kunnen we zelfs een beetje van willen zijn. Nou, probeer dat samen met toegankelijkheid, vindbaarheid en herbruikbaarheid een boost te geven. Wat zijn onze huidige daden? Dat zijn er eigenlijk maar twee. Voor mijn idee. We hebben een governance. We zorgen dat er elke keer weer als de VNG komt met een nieuw besluit informatiebeheer of een nieuwe archiefverordening. Dan zeggen wij zoek vervangen. Puntje, puntje, puntje door gemeente I. En dan doen we een klein BMW voorstel bij. En dan zeggen we tegen het college van nou joh, er is weer wat nieuws bedacht. We gaan niet na 20 jaar overbrengen, maar na 10 jaar overbrengen. Stel dat even vast. En dan, ja, in mijn ogen gaat daar niet zoveel van uit. Dus je moet wat meer de implicaties proberen te duiden en ook wat meer proberen de verantwoordelijkheden die er in de organisatie te beleggen zijn, te gaan verdelen met elkaar. Want je gaat uiteindelijk over informatie van de ander. Meestal ga je de informatie tussen de inwoner en de ondernemer
en je gemeente georganiseerd krijgen. En dan wil je dat het voldoet aan de duurzame toegankelijkheid. En als je dat samen doet, maar ook als je dat via de spelregels in de governance regelt, dan heb je meer zeggingskracht. Nou, wat doen we in de praktijk? We doen registratie van poststromen nog steeds. Ik ben benieuwd in de chat te lezen wie dat niet meer doet. Wie heeft het lef om daarmee te stoppen en te zeggen, ik ga informatie beheren. En dat is niet meer via de poststromen. Ik lees het graag straks. We hebben een opgave met e-mail en website en social media archivering. Nou, daar hebben we pilot starten gehad vorig jaar. En, of misschien alweer 1,5 jaar geleden. En een oproepje gedaan van wie wilde bezig met de capstone methode. En daar is volgens nog geen gemeente in mijn beeld mee bezig. Of mee begonnen of heeft zich gemeld bij ons. Als je de capstone methode doet, ook wel genoemd de sleutelfigurenmethode. Komt erop neer dat je van de gemeentesecretaris, je bestuurders en misschien je directeuren van je organisatie alle e-mail bewaart. En vervolgens zegt na 10 jaar ik ga daar selectie op toepassen. Dat is een idee dat bij het Rijk is uitgewerkt. En we hebben gemeente gevraagd, meld je aan bij ons, want we willen graag volgen wat dat kan betekenen en wat daarbij komt kijken. We hebben een vorm van toezicht en advies informatiebeheer. Dat doen we over de hele organisatie. Dat gaat steeds beter. Ik zie steeds meer organisatie onderdelen betrokken worden in het toezicht op beheer. Maar het kan nog meer. En we gebruiken instrumenten. En eigenlijk zijn onze instrumenten grofweg selectielijst. De tooling van wat wij dan bij VEC zien. Maar eigenlijk de selectielijst door de NA is laten vaststellen. Waar de VEG alle gemeenten heeft verbonden met elkaar. Preservering, dat is het preserveringsbeleid en eventueel preserveringstooling, zoals een RMA. Hè, dus naast je DMS of achter je DMS een RMA plaatsen of een EDPO. TMLO wat in beweging is, wat versoberd en verbeterd wordt. En KIDO, het kwaliteitsinstrument. Volgende dia. Volgende dia, Jeroen. Dankjewel. En wat zijn nou onze uitdagingen? Nou, ik zou zeggen, barst maar weer los via de... Nee, oké, prima. Dankjewel Jeroen, laat maar staan. Uitdagingen. De uitdagingen zijn dat alle werkers of afnemers, die werken met meerdere systemen tegelijk. En wij vragen ze ook nog het DMS en eventueel het bestuurlijke informatiesysteem, het IBAPS en nog wat van die systemen bij te houden. Dat vinden ze niet altijd even fijn. We hebben de afstemming en de koppelingen tussen kantoorautomatiseringen, het geo, het geografisch systeem, taaksystemen, een DMS en EDIPO's. Maar die koppelingen zijn onvolkomen. Gelukkig gaan we dat met services proberen te vergemakkelijken. Ivo zal er in de Common Ground misschien nog op terugkomen. Maar het idee is dat dat hele gedoe van koppelvlakken, mid-office, dat is wel een weerwar aan koppelingen die toch niet altijd lekker werkt of veel onderhoud en kosten vraagt. Dan hebben we nog de integratie tussen beeld, geluid, gegevensdata, documenten, wat eigenlijk een view is van een mix, websites, mails en berichten. Ja, het zijn allemaal aparte kanalen waar je apart beheer op doet, maar in de context zijn ze voor een gebruiker, moet je al die silo's nagaan. Nou, dat vind ik wel een opgave om dat bij elkaar te brengen. Volgende rijtje. Dan hebben we de DUTO-lessen en de DUTO-lessen, dat is zeg maar het Rijksprogramma vanuit het programma DTR van het Nationaal Archief geweest en dat loopt nog. Ze hebben een stuk of 60 van die DUTO-scans uitgevoerd, overwegend bij het Rijk en enkele bij het gemeente Amsterdam en Veren en misschien nog wel meer. De lessen waren, het is een organisatorisch vraagstuk. Dus wie doet met wie, wanneer, waarom, wat en hoe. Dat is eigenlijk, merken we in die DUTO-lessen, lezen we eigenlijk terug dat dat op die manier eigenlijk niet goed besproken wordt met de mensen in de organisatie. Het is van belang om de motivatie hoog in de organisatie te leggen, zodat er slagkracht is. We moeten aansluiten op het proces, dus er is een procesverwerking, er is een vraag, er is een verwerking en er is output. Dat stukje proces en misschien alle complicaties die erbij komen, die moeten we goed kennen. Wij zijn daarbij als informatieprofessionals in het voordeel, want wij kennen veel van die processen, zeker op hoofdlijnen, omdat we dat via de polsregistratie al een tijdje gewend zijn. We weten
als een taak, door wie het wordt uitgevoerd. En we weten vaak ook met wie ze dat samen doen. En we weten ook of er een bestuurlijk proces aan hangt of niet. Dus we zijn redelijk op de hoogte van het proces. En de DUTO-les is ook, sluit goed aan bij het proces hoe mensen werken. Hoe gaat het werksysteem bijdragen aan archiefvereisten? Nou, dat is een wat wending in het denken. Wij komen uit een tijd dat we zeiden via de poststroom alles in een postregistratiesysteem. Daarmee in een DMS. En vervolgens gaan we daar de archiefvereisten op zetten. Nou, we zien steeds meer die versnippering van werksystemen. En we zien ook steeds meer dat mensen in werksystemen ook steeds meer kunnen. Het proces bijhouden, de taak afhandelen, de documenten opslaan en aanmaken. En ik vraag me geregeld af, hou op met dubbel werk. Denk mee vanuit het werksysteem. Denk mee met het werksysteem. Dus ga ook uit van het werksysteem waar iemand mee werkt. En eigenlijk was dat natuurlijk archiveren tot de jaren 60. Toen werd eigenlijk in het archief opgenomen wat dat werksysteem deed. En via werkverschaffing en postregistratietrajecten zijn we dat gaan verstaffen. En misschien kunnen we de weg weer teruglopen. Dat we zeggen, werksysteem is archiefsysteem. En daarin gaan we duurzaamheid regelen en vernietigen. Ontwerp zoeken en vinden. Nou, we zien op het moment best veel zorgen met zoeken en vinden bij organisaties. Zeker als ze het over verschillende systemen laten lopen. Dan weten mensen op een gegeven moment niet meer in welk systeem had ik het zelf gezet. Laat staan in welk systeem zou mijn collega het gezet hebben. En in welk systeem komt het dan beschikbaar voor gebruikers buiten. En kunnen mijn raadsleden en mijn collegeleden er dan bij. Nou, dat zijn allemaal zaken waar we toch wel wat meer over zouden na moeten denken. Bij het ontwerp doe je dat. De proceseigenaar is opdrachtgever, dat slaat op die motivatie, belang en slagkracht van punt 2. Meer over DUTO-lessen wellicht later bij Archiveren bij Design in de sessie van de week. André, volgende dia. Ja. Misschien zijn er al wel vragen. Ik weet niet, Eliane, als er vragen zijn via de chat, zou je dat ook al kunnen inbrengen bij André? Ja. Zeker. Ik had wel iets doorgezet, maar dat komt nog misschien niet helemaal op de juiste plek. Dus dat is de ervaring die we moeten leren. Nee, ik heb hem gezien, maar ik vind het lastig om te praten en dan de chat ernaast te kijken. Daar ben ik te dol. Ik ben in de bediening te dom daarvoor. Dus je moet even helpen bij spraak als je wil. Prima. Ik had nog een reactie van Bram Bolsen, die mee aan het luisteren is met deze webinar. Welkom Bram. Hij wilde zijn doel eigenlijk delen met de grotere groep. Is dat hij eigenlijk de droom heeft of nu eigenlijk middels het webinar te achterhalen. Hoe hij eigenlijk, ik zal het letterlijk even voorlezen. Mijn doel voor de lessen, de droom rondom informatiehuishouding van de experts te weten te komen. En deze te reflecteren naar onze eigen situatie. Dus hij wil het graag meenemen naar zijn eigen gemeente slash organisatie toe. Nou, dat is wat ik tot op heden heb. Ja. Interessante vraag. Ik ben de naam van de vraagsteller alweer kwijt. Dat is natuurlijk een beetje lomp. Hoe was de naam ook alweer? Hij heet Bram. Dag Bram. Bram, mooie vraag. En wat interessant is, er zou al een eerste opgave kunnen zijn. Hoe maak je nou vanuit deze presentatie en van wat je nu hoort, iets bruikbaars voor je eigen organisatie? En de manier waarop we dat deden in het verleden was dat dan een projectleider vanuit VEG Realisatie naar je organisatie toe komt en je helpt in je MT-presentatie of in je presentatie met ICT. En wat wij voorstaan is een cool toolkit neer te zetten die gewoon door pakken bij 80, 100 gemeenten het komende jaar ook gebruikt kan worden om dat praktische door te vertalen naar de eigen organisatie. Dus er is nog een slag nodig na vandaag. En als je als gemeente zegt daar wil ik in mee kijken of meedoen, geef dat dan even aan. Dus in de chat van de vraag van Bram, hè, dus dan antwoord op vraag van Bram. Ik wil meedoen, dat is voldoende. Of ik wil het volgen wat er gebeurt, want ik heb dat belang ook. Want ik zie ook dat ik hier wat mee wil, maar wat ik nu heb gekregen is misschien nog niet goed genoeg als handreiking hoe ik dat dan moet doen. En wij willen je graag helpen, maar hoe wij willen helpen is dat wij graag gemeenten met elkaar willen verbinden die dit willen, om vervolgens die 6 kopgroep gemeente, zeg maar, te helpen dat te maken. En naar die 15 mensen die het willen volgen als afnemer te toetsen van, hey, is dit wat? Daar misschien nog iets op te fine-tunen en dan laten we het weer los. En dan moet het voor het komende jaar gewoon de 100 gemeenten gebruikt kunnen worden. Zonder daar al te zware projecten en programma's of capaciteit aan te hoeven besteden. Maar wel met elkaar de volgende stappen zetten. Dus mooie vraag, Bram. Dankjewel.
Ik hoop niet dat André, er nog... ik heb inmiddels nog twee vragen doorgekregen. Ik ga korter eentje is van antwoorden. Ger. Prima. De eerste is een wat algemenere vraag. Die gaat over het beheer. En dan met name over hoe je het beheer van informatiehuishouding van de afdeling bedrijfsvoering naar de lijnorganisatie krijgt. Ja, daar gaat het van hele Ger. Ger, daar gaat dit hele verhaal over. Zijn we nog wel een halfjaartje mee zoet samen, maar daar gaat dit helemaal over. Kom ik aan het einde, hou hem even vast. Aan het einde geven we je ook nog een keer antwoord op of dit al wat dichterbij komt. We hebben er allemaal ideeën over. Stel dat we 25% bekwaam zijn daartoe. Dan zou deze presentatie en dit verhaal kunnen leiden tot 40% bekwaam. Maar om een zesje te scoren moeten we dus nog wel wat doen met elkaar. Sluit ook aan op wat Bram vraagt. Volgende vraag. Dan sluit deze vraag denk ik ook op aan. Van de heer Morris. Die geeft aan dat in zijn optiek te weinig geld naar het organisatie van goed informatiebeheer. Hij heeft nog een hele inleiding. Dat gaat te diep om nu aan de orde te stellen. Maar hij wil met name weten hoe in het kader van het AVG gehandeld kan worden. Hij moet vanuit top-down dit ingeregeld worden of bottom-up? Hoe kan het gerealiseerd worden? Ja, privacy by design is natuurlijk een stukje met een ander vakgebied. Daar is de IBD mee bezig. Daar weet ik via het MT waar ik in zit bij VAS, Veiligheid, Architectuur en Standaarden, dat we het vraagstuk privacy met 2,5 adviseur oplossen. Daar is een behoefte aan meer. Daar zijn we ook aan het kijken. Maar eigenlijk is de grote boodschap aan de gemeente is, en daar hebben we echt hulp bij nodig, is informatie op orde heeft bestuurlijk meer aandacht nodig. Zoals jullie wel of niet weten, 52 miljoen gaat uit het GGI-fonds naar VNG-realisatie om zaken uit te voeren. Daar wordt nu uit de naden van de mouwen een paar ton per jaar geperst om informatie op orde te doen. Een van de doelstellingen daarin is om bestuurlijk draagvlak te krijgen om te zorgen dat daar meer geld komt. Maar dat gaat via jullie eigen vertegenwoordigers in de besturen, in de commissie dienstverleningszaken enzovoort. Daar zal het virus, interessant in deze coronatijd, verspreid moeten worden. Dat bestuurders hier ook muntjes op willen gaan zetten. Kijk, 52 miljoen en dan 3 ton voor dit met onzekerheid of je dat elk jaar kan volhouden, is natuurlijk niet veel. Dat zou best 5 ton kunnen zijn. Maar daarvoor, om die 3 ton te houden, hebben we al gemeenten nodig die via de bestuurlijke lijn invloed gaan uitoefenen. En dat kunnen wij niet doen. Een andere lijn is, maar daar kom ik nog op, is dat we via leveranciers het hefboom kunnen gebruiken om efficiënter via de softwarelijn dingen te regelen. Maar daar kom ik nog op. Het eerste stuk, het belangrijkste oplossing is dat wij bestuurskracht organiseren om op dit vraagstuk meer muntjes te krijgen. En daar willen wij bij helpen. Dat is natuurlijk ook een beetje een interne lobby die je in je wethoudersgesprekken kunt voeren. En met name wethouders die al in de VEG-gremia iets te zeggen hebben. Ik laat het hier even bij, Floor. Is dit voldoende? Lijkt mij wel, hè? Voor nu. Ja, ik denk dat we even verder moeten gaan. Er staan nog wat vragen open, maar die trekken we iets meer naar het einde toe. Oké, prima. Jeroen, volgende dia. Wij hebben, even wachten Jeroen. Wij hebben in de architectuur op hoofdlijnen gaat het over dat wij informatie, architectuur bedrijven, waarin we in beeld brengen hoe gaan mensen ermee om. Het is voor en van mensen. Het wordt nog wel eens technisch gemaakt en gecomputeriseerd. Maar het gaat uiteindelijk om wat doen mensen elkaar eigenlijk aan. Hoe organiseren we dat? Wie doet wat waarmee? Het proces, we zagen het ook al in het rijtje van Duto. De data, de gegevens zelf. En archieven worden steeds meer in de datalaag geplaatst. Dus het archiefwezen zelf heeft natuurlijk een procesonderdeel. Maar in de datalaag worden er dingen geplaatst. En in de technologie valt heel veel te experimenteren. Nou, deze samenhang van 5 elementen, mensen, organisatie, proces, data en technologie, is in de gewone wereld met ICT de manier waarop gekeken wordt naar dingen. En dat natuurlijk allemaal afgestemd op de omgeving, de eigen gemeentelijke omgeving, maar ook die daarbuiten. Denk aan je inwoners en je ondernemers.
volgende tekst, Jeroen. Wij hebben nu kantoorautomatisering en samenwerkingsruimte. En eigenlijk zie je in de kantoorautomatisering al dat we heel veel dubleren. De totstandkoming van deze PowerPoint. Wij hadden de plek gevonden op het netwerk waar we met het team samenwerken. Het team wat ons helpt. En vervolgens krijg ik natuurlijk vanmorgen een mailtje met 5 MB waar deze PowerPoint in staat. Zoals we er echt mee gaan werken straks. En vervolgens dacht Ivo, nou ik laat die link ook maar los in de samenwerkingsruimte. Want ik ga ook met de kantoorautomatisering verder. Maar het lastige is dat in die mailversie het best moeilijk is om morgen te weten welke is nou echt gebruikt. Nou, terwijl als we in de samenwerkingsruimte bij Teams blijven, dan is dat de versie die gebruikt is en blijft gebruikt. En die we ook eventueel, naar aanleiding van deze versie, weer misschien een upgrade geven. Om te zeggen, nou de 1.0 is getoond aan de deelnemers en de 1.3 is de verwerking van alle chats en de vragen. Want eigenlijk is zo'n verhaal natuurlijk nooit af. Nou, hier is maar één stukje dynamiek geschetst van het lastige. Hoe je samenwerkt en hoe je omgaat met eigenlijk DMS versie beheer. Volgende tekst. Dan hebben we generieke software voor de gemeente. De generieke software, daarbij moet je denken aan de taakapplicatie. Of nee, eigenlijk de basisregistraties. En de hoofdsoftware, zoals zaak gingen werken bijvoorbeeld. En waar je ook Geo ziet, maar ook ons DMS en het IBAPS raadsysteem. Dat is dus eigenlijk generieke software die je over alle taken heen iets doen. En die hebben allemaal, en dat is weer 5 lagen, een gebruikersinterface, dat noemen we een GUI. Business rules, dus hoe zit het in elkaar. Services en services integratie en datalaag, daar zie je eigenlijk ook weer een stukje techniek terugkomen. Daar zou je eigenlijk minder van hoeven te weten, maar dat is wel handig als je daar iets meer verdieping hebt. Volgende tekst. En dan hebben we nog een hele bak taakspecifieke software. Nou, die taakspecifieke software, daar weten we allemaal. We geven 1,3 miljard per jaar uit aan als alle gemeenten zijn er bij elkaar aan taakspecifieke software. Nou, dat, als ik naar mijn directeur ga, dan zeg ik tegen Hugo, nou als we daar iets aan willen maken, dan komt er 7 ton bij. Nou, dan schrikt hij zich genoeg. Dat vindt hij geen goed nieuws. En dat snap ik ook, want eigenlijk zou de hele beweging moeten zijn, kan het ook, voor 0,8 miljard. Als we dat met elkaar samen doen. En dat is misschien wel in het grote opgave waarom we die 50 miljoen inzetten. Nou maak ik hem heel eng naar veiligheid, architectuur en standaarden. Nou, dan hebben we nog het e-depot en daar stoppen wij dan het oud archief in. Nou, in de papieren tijd werd het allemaal opnieuw geïndexeerd in de e-depot tijd. In de nieuwe tijd willen we dat niet meer. De zaken uit die middenkolom, kantoorautomatisering tot en met de taakspecifieke software. Alles wat daarvan te bewaren is, dat moet eigenlijk gewoon in te bewaren duurzame toegankelijkheidstermen in één keer goed neergezet worden en klaar zijn. En Ivo zal straks nog met jullie doornemen. Het verschijnsel informatiebeheer bij de bron. En dan ga je EDPO functionaliteit bij de bronsystemen zetten. Volgende dia. Dan hebben we de oplossingsrichtingen. Samenwerken. Taken, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uitwerken. Eigenlijk begint het al met die governance in je besluit informatiebeheer. Hoe is dat eigenlijk geregeld? En heb je met de nieuwe besluitinformatiebeheer, praat je dan ook met je collega's van beveiliging, van ICT, netwerkbeheer, met je leverancier en met de business voordat je zo'n collegevoorstel doorduwt? Of gaat het er eigenlijk helemaal niet over en zeg je van nou dit is weer de nieuwe verordening of dit is weer het nieuwe besluitinformatiebeheer? En schieten je inwoners en ondernemers er wat mee op? Denk even aan openbaarheid, privacy en gebruik of hergebruik. Dit is wel een oplossingsrichting waar nog veel in te doen is door ons. Prioriteiten stellen, herijken huidig nieuw werk. Je kunt je voorstellen als je 8 mensen hebt werken aan informatiebeheer. En je gaat er van alles bij doen, dan moet er ook ergens wat af. Je hebt op meerdere fronten aandacht te besteden. In mijn ogen ben je voor enterprise informatiebeheer verantwoordelijk. En niet alleen maar voor wat je toevallig voorbij ziet komen. Via vergaderingen of post. Of een e-mailbak die je beheert. Waarvan je weet er zijn nog 85 andere e-mailbakken. Maar die zie ik even niet. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dus ik heb in het verleden toen Jeroen op het ministerie van Financiën werkte. Wel eens tegen hem gezegd. Ja, krijgen we dit gedaan? Nee, tuurlijk krijgen we dit nooit gedaan. Zeggen we dan tegen elkaar. Maar ja,
Eigenlijk zou het wel moeten. Nou, het is nu grappig dat wij nu in VNG-verband verbonden zijn om te zorgen dat 355 gemeenten hier wel wat meer aan toe gaan komen. Hebben jullie bij nodig? Werken onder architectuur en gebruik maken van de tooling. Op die tooling kom ik straks nog terug, maar nu het woord aan Ivo voor architectuur, common ground enzovoort. Tussendoor zijn ook nog verschillende vragen gekomen, André, maar die pakken we op het einde op. Is goed. Die veel gaan over agar by design, over archivering, zoeken en vinden en dergelijke. Is goed. Ivo. Ivo, kan je misschien je microfoon aanzetten? Dat werkt altijd wel handig. Jeroen, ja. Ik neem aan dat ik zo beter te horen ben. Mijn naam is Ivo Hendricks, ik werk als architect voor VNG Realisatie. Ben met een aantal collega's betrokken bij de ontwikkeling van het VNG gegevenslandschap. En dan meer specifiek het onderwerp duurzame toegankelijkheid. Vandaar dat André mij gevraagd heeft vandaag iets te vertellen over de VNG architectuurproducten rondom dat onderwerp. Kijken eerst even naar waar we nu staan op het gebied van architectuur. Dus dat is eigenlijk schema 2. En daarna zal ik een blik in de toekomst werpen op basis van de common ground uitgangspunten en de principes van het schema gegevens. Schema 2. De schema staat voor gemeentelijke modelarchitectuur. Ik neem aan dat die term bij de meeste mensen bekend is. De architectuur bestaat in ieder geval uit een aantal onderdelen, waaronder een best wel uitgebreid katern informatie- en archiefbeheer. Daar wordt al een soort beweging van archiefbeheer naar informatiebeheer beschreven, die eigenlijk al een beetje aansluit bij die droom die André in het begin schetste van een soort van integraal systeem voor informatie- en archiefbeheer. In de praktijk is die integrale aanpak er meestal nog niet. We zien heel duidelijk aan de ene kant organisatorisch dat archiefbeheer of informatiebeheer gescheiden is van andere afdelingen. En we zien ook, en daar zal ik me vooral op richten, want dit is architectuur en dat is toch een beetje technisch. Dat de systemen voor informatie en specifiek archiefbeheer, duurzame toegankelijkheid, losstaan van systemen die worden gebruikt voor het ondersteunen van dienstverlening en bedrijfsvoering. Ik had nog één punt op deze sheet volgens mij. Ja, en dat zien we dus ook in de Gemma referentiecomponenten die eigenlijk de basis zijn voor de Gemma 2 of een belangrijk onderdeel vormen van de Gemma 2 architectuur. Ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet in het volgende plaatje. Dat is twee keer klikken voor Jeroen, denk ik. Ah, ja, hij staat er al. Dankjewel. Er zijn eigenlijk drie kerncomponenten voor archiefbeheer rondom archivering. In ieder geval in de Gemma 2, die staan in het vakje applicatie of referentiecomponent. Je ziet daar een archiefregistratiecomponent, archiefbeheercomponent en archiefportaalcomponent. En die drie componenten die realiseren functionaliteit die je nodig hebt om de duurzame toegankelijkheid van informatieobjecten te waarborgen. En daarvoor sluit ze ook aan bij een aantal standaarden, metadata-standaarden zoals TMLO, documentstandaarden zoals PDF en ODF, uitwisselingsstandaarden zoals CMIS en volgens mij hebben we daar nog die toegankelijk voor de toegankelijkheid van archiefportaal. Ik zal dit plaatje, als je dit beter wil bekijken, dan kun je inzoomen met control en dan het schoolwiel omhoog of omlaag. Maar de presentatie wordt ook gedeeld voor als jullie daar nog nader naar willen kijken. Voor nu stel ik voor dat we naar de volgende sheet gaan. Ja, wat misschien interessanter aan dat plaatje is dan wat er wel op staat, is wat er niet op staat. En dat is dat bijvoorbeeld een documentbeheercomponent, waar je je document in de eerste instantie
geacht wordt in op te slaan. Eigenlijk geen functionaliteit biedt voor het waarborgen van duurzame toegankelijkheid. In ieder geval niet volgens de architectuur. Dus er is geen mogelijkheid voor selectie, er is geen mogelijkheid voor, of beperkte mogelijkheid voor reservering. Dat soort systemen werkt vaak op basis van vorm- of domeinspecifieke metadata. Dus je legt RGBZ-metadata vast, die je dan later naar TMLO moet converteren. Het voordeel van zulke systemen is dat de taaksystemen zijn waar medewerkers mee werken. Dus informatieprojecten zijn eenvoudig daaruit te krijgen. Terwijl in specifieke systemen voor archivering, zoals EDIPO's, de duurzame toegankelijkheid wel gewaarborgd is. Maar informatieprojecten daar weer moeilijker uit te krijgen zijn. Ja, het realiseren van de droom die Anne net schetste, die vraagt eigenlijk om dat informatieproject zo snel mogelijk de ontvangst duurzaam toegankelijk gemaakt worden. Los van het systeem waar ze in zijn opgeslagen, dus of dat nou een EDIPO is of een taaksysteem. Duurzame toegankelijkheid moet eigenlijk altijd gewaarborgd worden. En de Gemma sluit ze eigenlijk niet zo goed aan op deze droom, omdat die archiefsystemen eigenlijk hun eigen hoekje hebben en die informatieprojecten daar pas na een bepaalde periode in terecht komen. Volgende slide, ja. Een jaar of twee geleden, misschien iets langer, 2,5, zijn een aantal beroepsgroepen of een aantal de Vereniging van Gemeentelijke Informatiemanagers, namelijk de IMG en de VIAG, die kwamen eigenlijk tot de conclusie van nou, oké, de manier waarop we op dit moment onze informatielandschap hebben ingericht, die werkt eigenlijk niet. Die hebben toen een informatiekundige visie ontwikkeld. Dat staat als het goed is op de volgende regel. Ja, die informatiekundige visie die beschrijft eigenlijk hoe we onze informatiesystemen op een nieuwe manier kunnen inrichten, of eigenlijk onze applicatielandschap op een nieuwe manier kunnen inrichten, zodat we makkelijker toegang kunnen krijgen tot onze gegevens en die gegevens ook meer controle hebben over de manier waarop die zijn opgeslagen. Het Gemma gegevenslandschap is eigenlijk de uitwerking en architectuur van die Common Ground visie. Op het plaatje rechts zien jullie, dat was een beetje, Jon, mag die nog even terug? Ja, op het plaatje rechts, daar zie je eigenlijk hoe de huidige situatie is. Dus ieder informatiesysteem is eigenlijk een soort silo, waarin alles rondom de gegevens die binnen het informatiesysteem worden verwerkt, is georganiseerd. Dus de opslag van die gegevens, de autorisatie van gebruikers voor die gegevens. Oh, de microfoon niet goed? Oké. Oh sorry, dat was geen nieuw bericht. Autorisatie van die gegevens en de interface waarmee die gegevens worden verwerkt. Het gegevenslandschap, en nu kunnen we wel een plaatje krijgen. Ja, dat is eigenlijk een kanteling van die architectuur. Dus in plaats van silo's hebben we nu lagen. We zien op de onderste laag gegevensbronnen, daar worden de gegevens eigenlijk opgeslagen. Daarboven is een dienstenlaag die wordt gebruikt om gegevens toegankelijk te maken. In het midden is een integratiefaciliteit om die gegevens tussen verschillende organisaties uit te kunnen wisselen. En in de bovenste twee lagen vinden we de modellering van de procesinrichting en gebruikersinterface. Het voordeel van deze inrichting is allereerst dat, omdat die gegevens allemaal gestandaardiseerd beschikbaar worden gemaakt met gebruik van die diensten, gegevens veel makkelijker toegankelijk zijn voor hergebruik voor andere systemen dan het primaire systeem waarmee die gegevens misschien verwerkt worden.
Het tweede belangrijk voordeel is dat we een aantal functies in het applicatielandschap centraal kunnen organiseren. Dus we kunnen bijvoorbeeld autorisatie op één plek organiseren en dan via dienst kunnen alle applicaties of alle informatiesystemen voor taakondersteuning, die kunnen gebruik maken van die ene dienst voor autorisatie om te bepalen welke gegevens al dan niet voor welke medewerker toegankelijk zijn. Volgende sheet. Nou, wat betekent dat voor informatiebeheer? We hebben eigenlijk drie uitgangspunten ontwikkeld voor informatiebeheer in het gegevenslandschap. Het eerste uitgangspunt is dat we geautomatiseerd en by design gaan metadateren. Ik zie een minuutje in mijn... dat betekent dat voor ieder informatieproject zo snel als die metadata kan worden vastgelegd, metadata wordt vastgelegd bij dat informatieobject. Het tweede uitgangspunt is dat generieke componenten, dat informatiebeheer zoveel mogelijk gebruik gaat maken van generieke componenten. Net zoals dat autorisatievoorbeeld dat ik net noemde, de duurzame toegankelijkheid en misschien privacy en informatiebeveiliging van informatieobjecten die zijn opgeslagen te waarborgen. En die generieke componenten die kunnen dan die gegevens in alle registers waar die gegevens zijn opgeslagen bewerken. Het gevolg hiervan is als we duurzaam toegankelijk informatiebeheer mogelijk maken bij gegevens die zijn opgeslagen in bronregisters, voor gegevens bij informatieobjecten die zijn opgeslagen in bronregisters, is dat we eigenlijk kunnen zeggen, nou, waar we dat willen en waar dat gewenst is, kunnen we informatieobjecten bij de bron opgeslagen laten. Want er is eigenlijk geen noodzaak meer om over te brengen of als je duurzame toegankelijkheid al gewaarborgd hebt op de plek waar ze initieel zijn opgeslagen. Ik zal deze drie uitgangspunten nog even wat nader bespreken. Belangrijk om te vermelden. Deze architectuur is nog in ontwikkeling, dus als jullie hele goede argumenten hebben waarom het een of ander uitgangspunt niet deugt, dan hoor ik dat heel graag en dan gaan we daarmee aan de slag. Volgende sheet. Je mag gewoon alle tekst. Voor ieder informatieproject, dat was het eerste uitgangspunt, voor ieder informatieproject leggen we een minimum set aan metadata vast. Die bestaat uit de metadata die minimaal nodig is om te voldoen aan wetten en normen die te maken hebben met duurzame toegankelijkheid of andere vormen van informatiebeheer. En welke dat zijn, dat is afhankelijk van, kan ook afhankelijk zijn van wetgeving die geldt voor specifieke domeinen of specifieke vormen van informatieobjecten. Nee, wat ik zei, die vastlegging die moet zoveel mogelijk geautomatiseerd en by design plaatsvinden om te zorgen dat die daadwerkelijk wordt vastgelegd. Want als dat dan matig wordt, dan zien we in de praktijk vaak dat dat lastig is. En dat betekent dat bij het ontwerpen en inrichting van processen en applicaties, maar ook bij ontwikkeling en implementatie van standaarden, aandacht moet zijn voor de duurzame toegankelijkheid. Het laatste onderdeel van dit uitgangspunt is dat metadata meteen in het doelformaat worden vastgelegd, zodat we niet meer willen converteren van RGBZ naar TMLO. Dat levert vaak problemen in informatie of contextinformatieverlies op, maar dat vanuit de taakapplicatie zoveel mogelijk meteen in het doelformaat die metadata vastleggen. De volgende sheet. Ja, wat we dan eigenlijk dus krijgen is een modulair systeem. Alle blokjes mogen er op. Ja, er zijn er nog een paar.
een modulair systeem van metadata die al naar gelang relevant voor het specifieke informatieobject al dan niet kunnen worden vastgelegd. Ja, er komt nog een kadertje omheen en dan kunnen we naar de volgende. Ja, dat we metadata meteen vastleggen in het doelformaat betekent dus dat we niet meer converteren. Dat is wat we op dit moment vaak zien, is een taakspecifiek systeem, laten we zeggen een zaaksysteem waar zaakinformatie is opgeslagen. Daar hangt zaakmetadata aan en op het moment dat die wordt overgebracht naar een EDIPO, dan moet die metadata worden omgezet van RGBZ naar TMLO. En in het gegevenslandschap, daar is de situatie anders. Yes. Het is een beetje ingewikkeld en ik zal het niet helemaal gaan toelichten. Maar je ziet dat er nog steeds twee systemen zijn waar je als gebruiker mee te maken hebt. Dus die zakeninterface die is er nog steeds. En er is ook nog steeds een informatiesysteem voor informatiebeheer of duurzame toegankelijkheid. Maar er is nog één bronregister waar dat informatieproject gewoon opgeslagen blijft. En er zijn twee diensten die worden gebruikt om domeinspecifieke metadata en het informatieproject zelf en die metadata voor duurzame toegankelijkheid vast te leggen. Ja, volgende. In het begin heb ik iets gezegd over waar we op dit moment silo's hebben in het gegevenslandschap. Die lagen onderscheiden, dus gegevensopslag, diensten en processen en interfaces. Dat betekent ook dat er niet meer één applicatie helemaal verantwoordelijk is voor, die ene silo helemaal verantwoordelijk is voor het waarborgen van de duurzame toegankelijkheid van informatieaspecten die daar binnen zijn opgeslagen. Dus dat die verantwoordelijkheid wordt gedragen door de hele keten van taakapplicaties, diensten en bronregisters samen. Dat betekent niet dat we van iedere component vragen om zelfstandige functionaliteit voor zaken als vernietigen of preserveren of andere functies voor duurzame toegankelijkheid te organiseren. Maar dat we zoveel mogelijk gebruik maken van generieke componenten die gegevens die opgeslagen zijn in verschillende registers de duurzame toegankelijkheid kunnen waarborgen. Ik heb daar een enigszins technisch plaatje bij. Dit toont het proces rondom het vernietigen van informatieobjecten. In de roze lijn, de roze lijnen die laten zien wat er gebeurt bij het initieel vastleggen van informatieobjecten. We hebben hier drie bronregisters. Laten we zeggen bronregister 1, dat is zaakinformatie. 2 zijn gegevens van de klant en 3 zijn besluiten of zo. Bij het vastleggen wordt met behulp van de selectielijst API op basis van resultaattype en zaaktype een bewaartermijn opgehaald. En die wordt, dat illustreren de roze lijnen, voor ieder van die informatieobjecten vastgelegd. En laten we zeggen dat de bewaartermijn voor die zaak 12 maanden is. En dat die daarna vernietigd moet worden. 12 maanden later worden alle te vernietigen informatieobjecten opgevraagd. Dat laten de paarse lijnen zien. Dan worden al die drie bronregisters bevraagd. Heb je informatieobjecten die vernietigd moeten worden? 1 en 3 zullen zeggen ja, 2 zal zeggen nee. Nou, dan gaat er een procesje lopen binnen dat informatiesysteem voor duurzame toegankelijkheid.
Er wordt een overzichtje gemaakt. Dat overzicht wordt gecontroleerd. Het is onderdeel van het bedrijfsproces. Vernietige informatieobjecten. Dat wordt goedgekeurd. En vervolgens, en dat laten de rode lijnen zien, wordt er opdracht gegeven vanuit dat informatiesysteem om informatieobjecten te vernietigen. En dat zal dan gebeuren in molregister 1 en 2, want het object in molregister 2, dat was nog te bewaren. Ja. Nou ja, dan kom ik bij het laatste punt. Als we dit organiseren, dus dat ieder informatieproject is gemeten, de voorzien van metadata die duurzame toegankelijkheid kan waarborgen en we functionaliteit in het applicatielandschap organiseren die de duurzame toegankelijkheid van informatieprojecten kan waarborgen, dan is er eigenlijk weinig noodzaak meer om die informatieprojecten over te brengen naar een specifieke voorziening zoals een EDIPO. En de vraag of je dat inderdaad wil, dat is afhankelijk van een aantal criteria. Daar is een heel complex. Doen we de volgende. Ja, en nog een keer. Ja, er is een heel complex afwegingsschema bij gemaakt. De vraag is vooral eigenlijk. Het belangrijkste aandachtspunt is om duurzaam toegankelijk bewaren bij de bron mogelijk te maken, is allereerst dat zo'n bronregister historie ondersteunt. Hè, dus dat je weet dat als je gegevens bij een bepaalde zaken opvraagt, dat je zeker weet dat je de gegevens van een BRP-persoon die daarbij horen krijgt op het moment dat die zaak is afgesloten bijvoorbeeld of is aangemaakt. En het tweede is dat je de relaties tussen bijvoorbeeld zo'n zaak en zo'n BRP-persoon duurzaam moet kunnen waarborgen. Als dat niet kan of moeilijk is, en dat zal vooral zo zijn als het gaat om hele lange bewaartermijnen, dan kan het alsnog een goed idee zijn om die zaakgegevens en de representatie van die BRP-persoon op een bepaald moment alsnog in een specifieke archief duurzaam toegankelijkheid register of iets dergelijks op te slaan. Tot zover deze heel in het kort inleiding Gemma gegevenslandschap en duurzaam toegankelijkheid. Terug naar jou, André. Nou, misschien is het goed voordat we doorgaan naar André. Eliane, zijn er wel vragen binnengekomen misschien voor Ivo? Ja, klopt. Ze hebben alle vaak een hele uitgebreide inleiding. Eentje die werd door Bart Hekkert, volgens mij als ik goed herinner, gemeente Amersfoort gesteld. En dat gaat over de verhouding tussen metadata binnen informatiebeheer. Hij stelt als vraag, je hebt het qua minimumset aan metadata over metadata voor informatiebeheer. Waar staat het werkproces specifieke metadata in dit verhaal? Dat plaatje met die verschillende bouwblokjes die ik liet zien. Dat is een voorbeeld van de soort verschillende soorten metadata die je volgens mij het zou kunnen onderscheiden, maar dat kunnen er uiteraard ook meer zijn. De reden dat ik in dit verhaal me vooral richt op metadata voor duurzame toegankelijkheid is omdat die metadata gebruikt kan worden om functionaliteit voor duurzame toegankelijkheid in zo'n gegevenslandschap te realiseren. Dat betekent uiteraard niet dat we alleen metadata voor duurzame toegankelijkheid moeten vastleggen. Afhankelijk van het domein of de vorm van het informatieproject zul je inderdaad ook taakspecifieke metadata moeten vastleggen. Of misschien metadata die iets zegt over welke vormen van hergebruik zijn toegestaan vanwege beperkingen uit welke grond dan ook. Dus
Dus het gaat niet alleen om metadata voor duurzame toegankelijkheid, maar dat was wel het belangrijkste aandacht, of wat metadata betreft het belangrijkste aandachtsgebied in dit verhaal. Oké. Ivo. Ja, Eliana? Ja, Ivo, dankjewel. Ik heb er nog één, denk ik, die voor Ivo bedoeld is. André heeft er ook op gereageerd, dus als ik hem aan de verkeerde adresseer, neem dan graag over. Er is een vraag van Matthijs van Baardewijk. Dankjewel voor de vraag, Matthijs. Hij gaat in op de vraag van bij de bron bewaren, vindt hij natuurlijk een mooi gegeven. Alleen dat een heleboel systemen pas 10 jaar bestaan, bijvoorbeeld. En hoe krijg je dat dan goed ingeregeld als de documenten toch al ouder zijn dan dat? Aan wie mag ik die vraag voorleggen? Ik vraag aan André. Ik zie André wijzen naar Ivo. Oh, dus de vraag van Matthijs. De vraag is me niet helemaal duidelijk. Gaat het om hoe deze architectuur aansluit bij, laten we zeggen, legacy systemen die die diensten ondersteunen voor duurzame toegankelijkheid? Want in dat geval vind ik het een goede vraag, maar denk ik, de Common Ground gaat echt over nieuwe architectuur van de grond af opgebouwd. En voor legacy moeten we een andere oplossing verzinnen? Volgens mij gaat het wel voor een deel over legacy. He, okay. Hij geeft aan, je zult dan toch moeten overbrengen als een bron wordt uitgefaseerd. Ja, maar het idee volgens mij wil André daarop reageren. Oh. Ik zie hem wijzen. Sorry, Ivo, dat ik je onderbreek. Ja, nee, ga je gaan. Ben ik weer verstaanbaar? Ja, hè? Ja. Kijk, ik heb uitgebreid gereageerd. Als het goed is, kan iedereen die reactie ook lezen. Niet zozeer op legacy alleen, maar het gaat er eigenlijk over dat je in je in de werksystemen die bezig zijn, is er een grote gemeente en die zegt, wij gaan toch wat meer daar aandacht aan besteden en we laten dat voorlopig met hulp van TMLO, metadata in XML opslaan en we zoeken daar nog een oplossing voor. En de oplossingsrichting zou ik willen drieledig bekijken. Een simpele, voor de hand liggende is naar het EDPO, dan. Maar goed, dan moet je ook reserveringsbeleid hebben en een EDPO actief hebben. Dat is ook wel een lijn waarop die grotere gemeenten nu terug lijkt te komen, want eerder hadden ze geen EDPO nodig, dachten ze. Een andere is zet geo in. We hebben in de geo, heel veel is geo te refereren en aan de geo kant kan je heel makkelijk publiceren. En een derde lijn, maar die zien we nog heel weinig, dat is de open data lijn. Zorg dat je via de XML open data maakt en publiceer dat. En daar kunnen we heel veel leren van CBS. En ook weer van wat gemeenten die daar al veel gebruik van maken. Wij zijn als archief, voor mijn gevoel, nog heel erg geïsoleerd bezig in onze eigen silo, met onze eigen oplossingsrichting uit de papieren tijd. En nog veel te weinig aan het aansluiten bij andere mogelijkheden. En ik zou heel graag vernemen welke gemeente het geo-gesprek of het open data-gesprek eens wil voeren, om te kijken of ze met zo'n XML-output van bijvoorbeeld een Squid-applicatie te pakken bij 2010. Als je Squid-applicatie 2010 met handhaving van je omgevingsdienst en van je eigen gemeente en van je bestuur met IBAPS, als je dat geheel van silo's is probeert op te tellen in XML en je gaat met een dataspecialist kijken of je dat zou kunnen publiceren, dan kom je ook in de richting waarop we nu procesinrichting hebben met COOP. Dat is een vierde inrichting. Maar je kan ook kijken of je het gewoon als open data als gemeente zelf beschikbaar kan stellen. En dan heb je nog steeds misschien duurzaamheid op de klassieke manier geregeld, maar wel je publicatie van vandaag naar morgen geregeld. En ja, dan hoef je alleen maar te zorgen dat je webservice of je portaalfunctionaliteit blijft draaien. En we hebben een referentiecomponent archiefportaalfunctionaliteit, maar daar kom ik zo op terug. Even als eerste schot, en we hebben nog 6 minuten. Ja, heel goed. Gaan we door, Dre, voordat we de laatste vragen oppakken, even de laatste slides? Nee, we laten de vragen gaan we gewoon in de chat beantwoorden, zoals ik al wat ben begonnen. We gaan door met de volgende dia. Ja. Kijk.
de tooling van de VNG. VNG heeft al jaren een adviescommissie archieven. En die maken de selectielijst gemeente en die maken wat handreikingen. Guido is er een van. CEO is er een van, SEO enzovoort. Ik denk dat die bekend zijn bij de deelnemers. De SDU heeft de iNavigator, dat is eigenlijk de DSP. Nou, in een soort dwaling is tussen 1995 en 2005 het idee van DSP gesneuveld. Maar in de DSP zit een tabblad applicaties. Ik kom graag in contact met gemeenten die het tabblad applicaties actief hebben gevuld. En daar ook actief veel mee hebben gedaan. Want met die gemeente zou ik graag het gesprek voeren of laten voeren met de beheerder bij het netwerk binnen hun gemeente op ITIL configuratiemanagement, ook wel CMDB genoemd. Want daar worden bijgehouden welke applicaties, met welke licenties en welke kosten en welke functionaliteit het allemaal heeft. Nou, en dan hebben we de softwarecatalogus, die staat in het rechterrijtje. En daar kom ik zo op. En ik zou dat driehoekje graag eens met de gemeente bespreken. Dus wie aan dat gesprek toe is, omdat hij de applicatielaag in de iNavigator heeft gevuld. En omdat hij contact kan maken met de CMDB. En misschien nog niet met de softwarecatalogus bekend is, maar dat kunnen we snel inhalen. Zou ik graag vernemen wie mee wil doen. Vraag je naam en je gemeentenaam in de chat. Dan vegen we die gemeente weer bij elkaar. Dan de live demonstratie tooling. Ja, je ziet altijd dat we bij inleidingen veel fundament leggen om vervolgens heel snel door de tooling te gaan. Ik denk dat het daarvoor nodig is dat ik de besturing overneem. Maar kan dat? Heeft dat zin? Ik vraag me dat af in die 4 minuutjes. Jij hebt nog 3 minuten, Dre. Nee, dat is niet zo zinvol. Dat is geen haalbare kaart. Nee, wat ik van plan was het volgende. www.gibit.nl. Daar is Gibit, daar zijn wij gezegend met een documentengenerator. En dat zijn de inkoopvoorwaarden voor ICT. Gemeenten die ICT software kopen, die hebben 98% verklaard dat ze de Gibit gebruiken. Daarmee gebruiken ze de Gibit-voorwaarden, de toelichting, maar ook de kwaliteitsnormen. Wij weten dat dat een juridisch inkooptechnisch gesprek is. Ik propageer dat je als informatiemanager in verband met de content en de doelstelling duurzame toegankelijkheid moet proberen betrokken te zijn bij aanschaffingen ICT-software. Want zoals gezegd, 1,4 miljard en dan niet duurzame toegankelijkheid meeregelen, klinkt niet bij zo slim. Kan handiger. Dan hebben we het trio Gemma Online Software Catalogus en Stuftest platform. In Gemma Online hebben we de architectuur uitgewerkt met een referentiecomponenten. En in de software catalogus kunnen gemeenten aangeven welke referentiecomponenten ze gebruiken. Voor archief hebben we er 3. Ivo heeft ze net genoemd. Archiefbeheer functie, de archiefportaal publicatiefunctie en de archiefregistratie dat het er is functie. Die functies staan in de software catalogus uitgelegd onder het tabblad referentiecomponenten. En bij de pakketten kun je zien hoeveel gemeenten een bepaald pakket van een leverancier gebruiken, want leveranciers zetten hun pakket ook in de etalage in de softwarecatalogus. Nou, zoals gezegd, de driehoek, Navigator, applicatielaag, softwarecatalogus en de CMDB van de gemeente, daar valt heel veel informatie uit te halen. Ik kom graag in contact met gemeenten die dat doen. Als laatste in de toolkit hebben we nog de testplatform. Dat testplatform, dat is stuf gericht. Dus als er stuf wordt geëist, bijvoorbeeld stuf BAG, basisgegeven adressen en gebouwen, dan moet dat aan bepaalde vereisten voldoen. Een gemeente kan erop rekenen als die software koopt die dat kan. Nou, wij zouden eigenlijk graag ook de specificaties voor duurzame toegankelijkheid nader uitwerken in die tooling. Dan is er in de Gibit een overeenkomstgenerator en in de softwarecatalogus een bestekkenbak op standaarden. Nou, daar zit ook nog een combinatie te maken. Tot zover deze dia. De vraag was, wie doet mee? En eigenlijk is de grote slag dan, kunnen wij 230 gemeenten verleiden, nee, 230 leveranciers verleiden om de gemeentelijke software meer duurzame toegankelijkheid proef te maken. De volgende is de permitode. Je hebt nog 30 seconden, André. Nou, dat is heel fijn, Jeroen. Dan ga ik heel rustig praten. De laatste dia, jongens, die gaat echt over
kunnen wij bijvoorbeeld per domein dingen aanpakken met elkaar. Leefomgeving, de oude WABO, op weg naar DSO. Hoe goed zit dat al in elkaar? Of zitten we nog steeds te dubleren? Hoe zit het bestuurlijk in elkaar met IBAP's raadsysteem, je collegevoorgang? En hoe zit het in het sociaal domein in elkaar? Nou, we kunnen dat doen per zorgdrager. Dat doen jullie nu ook. Je hebt zorgbeheer en toezicht. Maar je kunt ook kijken per systeem of per leverancier. Of per organisatieonderdeel of per persoon. Denk even aan de sleutelfigurenmethode van e-mails. Of per keten. Keten is natuurlijk lastig, gaat over je grens heen. Per probleemopgave of risicogebied. Het zijn allemaal mogelijkheden om een aanpak te bedenken. En te penetreren in je organisatie. En dat sluit ook aan op de gestelde vraag over hoe kom ik vanuit facilitair of ICT-component, bedrijfsvoering, naar de lijn. Nou, dit zijn allemaal manieren om het gesprek op gang te brengen naar de lijn. Per opgave, per organisatieonderdeel, per systeem of in het groot met ons meedenken per leverancier. De volgende dia. Jeroen. Dat was eigenlijk de vraag van kunnen wij gaan experimenteren met de tooling van VG-realisatie? En kunnen we per de verschillende onderdelen met elkaar een kopgroepje vormen om hiermee aan de slag te gaan? Ik wil jullie uitnodigen, denk daar rustig over na. Geef via de chat of via, hebben wij een mailadres? Ja, je kan via de chat kan je nog aangeven. Het lukt natuurlijk niet om binnen 1 uur tijd, dat is aan het einde van het uur gekomen, om alle vragen ook te beantwoorden. André en Ivo zullen wel van de week nog een lijstje krijgen met openstaande vragen. Dan gaan we nog Q&A's publiceren op de Kia-website. Zal ik de link laten zien. Die hebben we ook al gekregen via de mail. Daarnaast krijgen alle deelnemers volgende week een overzichtje van alle openstaande vragen uit alle bijeenkomsten. We hebben deze week 15 digitale bijeenkomsten. En uit elke bijeenkomst komen wel 1 of meerdere vragen uit die je kan zeggen, wil je dat toetsen binnen je gemeente? Wil je kijken of je hieraan wil bijdragen? En die krijgt iedereen volgende week in de mail toegestuurd. Je had wel aan het begin van het uur, André, een keer beloofd om aan de vraag van Gert terug te komen. Je vraagt ja. Wat was de vraag van Gert ook alweer? Ik denk dat ik die vraag via de chat al beantwoord heb. Ja, oké. Okay, nou, perfect. Perfect. Dan gaan wij langzaam afronden. En meer informatie over deze week kan je vinden op het forum, forumvg.nl, onder de marktplaats WO en duurzaam toegankelijk op orde, DTOO. Of alles op kia.pleio.nl. Daar staat een speciale pagina voor grip op informatie. Daar komen ook alle webinars terug te zien, daar komen alle presentaties op en alle andere documenten. Dus kijk daarnaar. En tevens gaan we in het najaar en eerste kwartaal volgend jaar gaan we minimaal 10 bijeenkomsten houden, samenwerken ook met Kia. En gaan we heel het land door, om daar waar het natuurlijk coronaproof is en waar het kan, om niet alleen maar via webinars te communiceren met elkaar, maar ook vooral om gewoon met elkaar echt aan de slag te gaan in elke regio. En wil je mogelijk nog je gemeenteraadsleden in stelling brengen? Eind mei is een webinar voor de informatiepositie van de gemeenteraad, waar we het begin André ook over had. We moeten proberen om vooral bestuurders wat veel meer helder te krijgen dat ze hierop moeten sturen en investeren. Er is een boekje uitgekomen over tussen Torbekken en Filterbubbel. Staat op raadsleden.nl, maar ook al op de website van Kia. Zorg vooral dat hij bij de raadsleden bij iedereen tussen de oren komt en dat ze er kennis van nemen. En als laatste een save the date. Van 23 tot en met 27 november dit jaar houden wij een tweede week van grip op informatie. We hebben in het kader van DTOO en het kader van de proeftuin Wet Open Overheid. We hebben natuurlijk deze week vooral veel sessies om een soort eerste tussenresultaten te bespreken en te laten zien. Maar aan het eind van het jaar willen we echt concrete resultaten opleveren waarmee je aan de slag kan gaan. Dus zet er vast in je agenda. Bedankt voor nu. Mocht je nog vragen hebben, zet het in de chat. En kijk van de week gewoon op andere webinars of kijk anders alles terug. Dank en tot snel.